Breda Nu. Je weet het meteen. Het is nog onzeker, maar als NAC zondag gelijk speelt of wint bij Willem II, keert de club terug in de Eredivisie. In dat geval is het feest in Breda en wordt NAC gehuldigd. In overleg tussen gemeente, politie en NAC wordt het team dan eerst gehuldigd in het Radverlegstadion. Daar barst het feest tussen 8 en 9 uur uit wanneer de spelers terugkeren uit Tilburg. Pas daarna presenteert de club zich op het bordes van het stadhuis aan de Grote Markt. De helden worden daar op zijn vroegst om 10:30 verwacht. De wedstrijd zondag begint om 16:45. Supporters kunnen onder meer bij verschillende kroegen in de binnenstad terecht om het duel te volgen. Maar ook in het NAC-stadion, waar 3 grote schermen komen te staan, of via Breda Vandaag en Breda Nu Radio, kan Willem II NAC op de voet gevolgd worden.